Daar zit hij. Oké. Op staat. Ja, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag zit weer in Gouda. Gouda in Nederland. Dus aan alle scholen van Nederland, ik kom naar jullie school. Wat moeten jullie doen? Jullie moeten mij even volgen op Instagram. Stuur me een DM. Nou, waarom dat ik naar jullie school moet, tag me in jullie story. En dan zie ik jullie volgende keer met die 20 euro. Je weet toch, ja. Yes, we zijn er. Waar zijn we? Gouda, Mattie. Ja, sowieso. Luister, kunt jij voorstellen in twee woorden? Ik ben de enige chocolate queen hier in Gouda. Wow! Waar zijn die twee woorden? Oh, laat me! Waar zijn die twee? Laat me! Okay. Wat is er met deze man hier? Yo! Alles oké? Okay? Ja, zeker, met jou? Zeker? Waarom ben je zo een beetje raar aan het doen? Ja, sorry, ik weet niet wat er aan de hand is. Verlegen jongen. Ja, verlegen zeker. Okay. Ja, kunt jij je voorstellen in twee woorden? Ik en mij. Kunt jij je voorstellen in twee woorden? Hallo, ik ben Mark. Oké. Hallo Mark. Hallo. Maar waar zijn de twee woorden? Weg. Die zijn weg! Zijn die weg? Ja! Nou, waar zijn die? In België! Die zijn gone, die zijn weg! Ja. Okay. Hoe noemen wij een inwoner van India? Indonees. Indonees, oké. Ja. Hoe kon dat jij zo goed voorbereid zijn? Ik weet niet, man. Heb je dat? Ja, hoe heb je dat gefixt? Nou, ja. En hoe noemen wij dan iemand van Indonesië? Iemand uit Indonesië, dat kan toch niet? Wat? Hoe noemen wij een inwoner van India? Een moeder? Wat? Een moeder van India? Nee, een inwoner. Wat? Oh, een Indiaan. Een Indiaan, oké. Maar wat voor geluid maakt een Indiaan? Toch? Nee, zo met je mond zo. Ah, zo, oké. Hoe moet ik dat doen? Zo. En dan. Oké. Well, that was awkward. Yes, it was. Wat voor geluid maakt een Indiaan? Wat? Ik weet niet. Ja. Kijk eens naar de camera. Oké. Hoe noemen wij een inwoner van India? Indonesiër. Een Indonesiër. Ja. Of een Indonesiër? Een Indonesiër. Sure, oké. En hoe noemen wij dan een inwoner van Indonesië? Een Indo. Ja. Of een Indo. Een Indo. Een Indo. Indo. Oké. Hoe noemen wij een inwoner van India? Hallo. Een Indo. Een Indo? Een Indo of een Indo? Indo. En geen Indo. Ja, Indo. Gewoon een Indo. Maar Indo of Indo? Gewoon Indo. Dus als je iemand ziet zo, you are an Indo. Een Indo. Oké, sterk. Sterk, hè? Goed. Hoe noemen wij een inwoner van India? Een Indiër. Wat is de hoofdstad van België? Dat is makkelijk, hè? De hoofdstad van België? Ja, maar ik moet even... Ik heb echt het gevoel dat ik iets... Berlijn. Wat? Berlijn! Kom terug! Berlijn? Waarom ligt Berlijn? Brussel, maar ik kreeg stress! Oh la la! Allee, wat? Je pakt dit toen ik doe niet. Ik kreeg stress! Wat doet ze? Ja, stress. Kijk, je kunt je eer herstellen, oké? Ja. Kom naast mij. Ja. Je kunt je eer herstellen, ja? Deze vraag is voor u alleen, oké? Hoe noemen we dan een inwoner van België? In België. Wat? Wat? Ik heb stress, laat mij rustig. Nog even. Doe maar. Rustig, ik ga rustig. Allee, wat de fuck? Inwoner van België. Yeah.
Waar is de hoofdstad van België? Antwerpen. Antwerpen? Ja. Antwerpen. Antwerpen! Wat? Allee! Wat is dat? Wat is dat? Hij is begonnen. Wat is de hoofdstad van België? Luxemburg. Wat? Van België? Luxemburg? Antwerpen. Nee. Wat? Nee, wacht. Brussel. Oh, België. Ja. Oh, Brussel, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Waar is de hoofdstad van België? Berlijn. Berlijn? Ja. Berlijn? Ja. Berlijn? Ja. Berlijn? Nee. Wat? Nee. Gent. Gent? Wat? Ja. Hoe komt je op Berlijn? In welk land ligt Berlijn? Duitsland. En wel dan? En wat vroeg u? De hoofdstad van België? Oh, België! Oh, Gent. Auw! Oh. No! Oh, België! Ja, ik weet het. Maar, wat is de hoofdstad van Spanje? Real Madrid. Wat? 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 Wat Spanje? Ik weet het niet. Ja. Wat goed. Real Madrid is een goed. Madrid. Ah, wel dan. Real Madrid dan. Oh, is geen Real Madrid. Madrid. Nee, ja. Ja. Oh, Real. Waar is de hoofdstad van de United States? British of zo. Sorry. Nee. Maar ik dacht iets anders. Ik toch. Wat? Zeg maar, waar is dan de hoofdstad van de United States? Wat zei je? Washington. De Washington. Washington. Wat is deze man? Wat? Zeg nog eens. Goed articuleren. Goed. Wat ik zei precies. Ja. Washington. Sterk. Was goed. De hoofdstad van de USA is? Van New Zee? USA. New York. New York. Hey, oh no. Wat is de hoofdstad van Spanje? Madrid. Oh. De hoofdstad van Duitsland? Berlijn. De hoofdstad van de UK? Wat? Verenigd Koninkrijk. Londen. De hoofdstad van de Verenigde Staten is? Londen. Wow! Wat? Ja, Sam. Wat? Niet VK. Wat? Wacht. Wat Londen? Washington. Wat Londen? Londen. Wat is die Londen? We hebben niet schreeuwen. Geef. Wat is er met deze man? Washington. Wat is er met deze man? Washington. Wat is het meest zuidelijke land van Afrika? Oh nee. India? India. 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 Ja. Het meest zuidelijke land van Afrika is India. Ja. Ja. Bijna. Jij bent goed in aardrijkskunde zeker? Ja. 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 Dat is uw sterkste vak op school, hè? Ja. Ja? Ja, ja. Ja? Ja. 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 Dat vind ik aardig goed voor voorstel. Wat? Ik sta 5,8, weet je goed? Oké, sterk. Boy, that escalated quickly. Wat is het meest zuidelijke land van Afrika? Afrika. Zuiden, nooit oorlogszone. Zuiden. Denk goed na. Egypte? Nee, wat is dit? Wat is dit? Maar wat is dit? Luister, ik ben niet dom, ik ben niet dom. Ik weet dat. Waar is het meest zuidelijke land van Afrika? Marokko, wat? Wat? Als jullie deze juist hebben, ga ik jullie die 2 doden geven.
Ja, toch? Maar dan moet gewoon omdat jullie... Dat is die Barça zeker! Dat is die Barça zeker! Rustig antwoord! Barça vraag! Dat is echt een makkelijke vraag, hoor. Ik ga niet liggen. Weet je waarom? Vandaag, ik heb te veel twee donnies mee, dus ik moet er vanaf. Oh, joh! Oké, okay, joh! Ik kan ook vier donnies geven. Kom naast mij, luister, kijk, ik moet een beetje gunnen, snap je? Dus, jullie hebben een paar fouten gemaakt, maar nee. Maar ik gun jullie dat, ik gun jullie dus. Dat komt door de stress. Ja, maar oké, deze vraag juist, twee donnie, klaar. Klaar. Ja toch. Oké, dus, kijk. Het meest zuidelijke land van Afrika is... Zuid-Afrika. Ja, ja! Ja, ja! Oh, ja! Ja, ja! Dit is donnie! Ja, vriend! Ja! Wat ben je krijgt? Hé! We gaan die direct pakken, deze man! Pak hem maar, pak hem maar! Ja, toch? Ja, wat is er dan? Waar zit hij? Oké. Oké, vandaag geef ik jullie die twee donnie. Wat is het meest zuidelijke land van Afrika? Ja. Marokko. Oh, wat? Marokko! Dat is helemaal van boven. Nee, wacht even. Kom jij. Wat? Marokko? Hoe komt je op me? Marokko is toch het meest noordelijke land? Je komt uit Marokko! Ik ben gewoon niet geboren. Maar je gaat toch nog soms naar Marokko? Ja. Dus het meest zuidelijke land, het onderste land van Afrika is? Spanje. Spanje! 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 Esora, iedereen die staat, maar alles van hele familie en Esora Selma. اسو نار صفو حمداوي اسو نار سفيان علي دريسي انا اسو نار انا اسو نار يونس دريسي فوقهم بانسا اسو نار الياس اسو نار طارق اسو نار يونس اسو نار تشابا اسو نار امير